Een groot deel van Bergen op Zoom is namelijk op 27 oktober 1944 bevrijd door de Canadezen. En wat staat daar nou precies op? Laat in de middag van 27 oktober namen de Canadezen de stad zonder slag of stoot in. Wij vieren het ook op 5 mei, maar 27 oktober dat is een speciale dag voor Bergen op Zoom. Omdat op dat moment Bergen op Zoom bevrijd werd, vooral deze kant van Bergen op Zoom en ook het centrum. Buurtbewoners vinden het herdenkingsbord een goed initiatief. Een mooi moment om weer even stil te staan. Die jongens die mogen niet vergeten worden, echt niet. Want ik ben zelf ook 20 maanden in dienst geweest en ik weet het precies zelf, want ik heb de Berlijnse muur meegemaakt. Daar heb ik ook voor gelegen. Als militair. Dus moeten ze blijven erdenken. Ik vind dat mag je eigenlijk nooit aan het leven vergeten. Want die mensen, die jongens die gevallen zijn, hebben uiteindelijk het leven voor ons gegeven. En zodoende hebben wij het nou allemaal zo goed eigenlijk. Heeft u zelf ook de Canadese vlag buiten hangen? Ja, ja, wij hebben ook, ik heb ook de Canadese buiten hangen. De meeste hier in de straat eigenlijk zie je wel. Ja. Dus, ja. Stilstaan bij bevrijding, maar ook stilstaan bij de vele slachtoffers die er zijn gevallen. Voor het eerst werd er op 27 oktober ook een lokale veteranendag georganiseerd. Niet alleen oude veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, ook Libanon- en Koreagangers waren vertegenwoordigd. Ik ben ervan overtuigd dat het de generaties hierna nog aanspreekt. Wat vooral ook in Bergen op Zoom heel goed is, dat ook de scholen aandacht aan besteden aan die bevrijding van Bergen op Zoom en aan de bevrijding ook de Nationale Bevrijdingsdag. En ook even stilstaan bij dat gegeven dat er nog steeds mensen voor de vrijheid aan het vechten zijn en dat het nog steeds heel veel leed in de wereld is. Herdenken is dan ook iets van alle tijden volgens Van Ekelen. Elke traan smaakt even zout. En zo is ieder afscheid de geboorte van een herinnering.